Nieuw initiatiefvoorstel veroordeelde criminelen niet meer in het parlement. Staatsbesluit. Het is eenvoudiger voor Surinaamse burgers om domeingrond in eigendom te krijgen. En Petronas heeft haar eerste oliefonds gedaan voor de Surinaamse kust. Goeiedag. Dit is Reginieuws TV Suriname van 1 november 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Du Charmon, de vicevoorzitter van de Nationale Assemblée en parlementariër Cédric van Samsung hebben een initiatiefvoorstel ingediend om veroordeelde criminelen uit te sluiten van een aantal hoge functies. Personen die in of buiten Suriname een straf van tenminste 5 maanden opgelegd kregen, zouden volgens het voorstel niet in aanmerking mogen komen voor de functie van president, vicepresident, minister, onderminister, departementsdirecteur of onderdirecteur, districtscommissaris, staatsraadslid, assembleelid, districtsraad en resortraadslid. Ook wanneer een zittende functionaris wordt veroordeeld voor enig misdrijf, zou die moeten worden ontzet uit ambt en lidmaatschap. Eerder was er een voorstel ingediend, maar in dat concept zouden alleen kandidaten voor het presidentschap en de functie van vicepresident worden uitgesloten. Dat voorstel werd opgeofferd om consensus te kunnen bereiken voor de invoering van de landelijke evenredigheid. De memorie van toelichting van het nieuwe voorstel stelt dat een aanzienlijk deel van de bevolking wil dat politieke ambtsdragers voldoen aan strenge integriteitseisen en onbesproken van gedrag moeten zijn. Om de wijziging door het parlement te krijgen is nog wel een 2/3 meerderheid nodig. Het is eenvoudiger geworden voor Surinaamse burgers om domeingrond in eigendom te krijgen. De regering nam daartoe gisteren een staatsbesluit aan. Het besluit biedt nieuwe mogelijkheden om de blote eigendom van domeingrond te verwerven. De procedures voor de overdracht van blote eigendom zijn vereenvoudigd. Het tarief voor de conversie gaat naar 25 SRD per vierkante meter. In een eerder concept werd 20 euro per vierkante meter gevraagd. Er kan maximaal 2500 vierkante meter grond worden omgezet. Voor woon- en leefgebieden van inheemse en tribale volken komt er een andere regeling. Net als voor de natuurparken, natuurreservaten en gebieden op de werelderfgoedlijst. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft waarschijnlijk haar eerste oliefonds gedaan voor de Surinaamse kust. De vondst is nog niet officieel bekendgemaakt en dat zal waarschijnlijk vandaag nog gebeuren, schrijft de Ware Tijd. Op de website van Petronas is nog niets hierover te vinden. Ook Staatsolie heeft officieel nog niets bekendgemaakt, maar president Santokki zou wel al op de hoogte zijn gebracht. In december 2020 meldde Petronas Suriname zijn eerste ontdekking van koolwaterstoffen in Suriname in blok 52. In september 2022 vond Petronas voor het eerst olie in blok 53. Petronas zou nu op een grote oliebron zijn gestuit in blok 52. De Maleisiërs hebben een belang van 50% in dit blok. De overige 50% is in handen van ExxonMobil. In deze blokken zijn ook enorme voorraden aardgas aangetroffen. En tot zover Reginieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app en nieuws melden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan. Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.